Misschien heb jij dat verhaal wel eens gehoord van die blinde mannen en een olifant. Dat is een groepje mannen die allemaal blind waren. En dat groepje kwam tijdens een wandeling een olifant tegen. Maar ja, ze zagen natuurlijk niet dat het een olifant was, want ze waren blind. Dus ze liepen om die olifant heen en vroegen zich af, hoe ziet dat beest eruit? Want ze merkten wel dat het een beest was. Volgens mij is hij erg lang en zo flexibel als een slang, zei de ene man die toevallig net de slurf van de olifant vasthield. Nee, zei een andere die een poot van de olifant vast had. Dit dier is dik en rond en lijkt op een boomstam. Helemaal niet, zei de derde man die met zijn hand over de flank van de olifant streek. Dit dier is juist groot en plat. Elke blinde man kon maar een deel van die olifant betasten en niemand van hen kon die hele olifant overzien. En daardoor kregen ze maar een klein stukje van de werkelijkheid in beeld. Nou, zo wordt wel gezegd, zo is het ook met al die geloven en al die godsdiensten die wij tegenwoordig kennen. Elke godsdienst heeft maar een deel van de waarheid. Niemand kan toch zeggen dat hij de hele waarheid ziet. En dus mag je ook niet zeggen dat het christelijk geloof de enige ware godsdienst is. Daar zijn overigens genoeg ruzies en zelfs oorlogen door ontstaan. Maar nou lees ik Johannes 17, vers 3. Jezus zegt, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Is dat helder? Wil je eeuwig leven, het echte leven? Jezus zegt, dit is het, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En daar sta je dan. Maar zijn die christenen toch onverdraagzaam, nietwaar? En dat leren ze dus van Jezus. Jezus zegt dat er maar één God is. Hoezo? Omdat wij die God kennen, zegt Jezus. Dat heeft te maken met relatie, met gemeenschap. Het gaat erom dat je die God leert kennen. Kan dat? Ja, door Jezus Christus, zijn Zoon. Je ziet hier in dit gebed van Jezus dat het eigenlijk één zin is, één lijn. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en Jezus Christus die u gezonden hebt. Je kunt niet God aanvaarden en Jezus afwijzen. Want niemand komt tot de Vader dan door hem. Luister naar de woorden van deze Jezus. Aanvaard zijn liefde dat hij naar het kruis ging om ons te redden en zo zul je hem ook leren kennen. En zo zal zijn liefde ook jouw leven op zijn kop zetten. Maar dan weet je ook dat deze God de enige is. En dat er buiten Jezus om geen leven is. Gevolg? Consequenties? Dat betekent dat andere religies het bij het verkeerde eind hebben? Dat kan niet anders dus. Is de islam dan ook niet goed? Een verkeerd geloof? Trek jijzelf de conclusie. Is Allah dezelfde God als de God van de Bijbel? Vaak wordt gezegd dat dat inderdaad zo is. Net als die blinden om die olifant heen. Je hebt allemaal een stukje van de waarheid, maar het gaat om dezelfde God. Allah zou dezelfde God zijn als de God van het christendom? Maar geef dan eens antwoord op deze vraag. Is Allah de vader van de Heer Jezus? Aan welke moslim jij die vraag zult stellen, het antwoord zal altijd zijn nee. Allah is niet de vader van de Heer Jezus. Dus de God van de Bijbel is niet dezelfde als de God van de Koran.
Allah is niet de weg tot het eeuwige leven blijkbaar. Alleen deze God. Dan moet je wel oppassen, want dit mag jou en mij nooit hoogmoedig maken. Want wij kunnen ons niet verschuilen achter ons christelijk geloof of zo. Ik bedoel, niet onze kerk is het centrum van het christelijk geloof. Nee, de weg is Jezus Christus zelf en Jezus Christus alleen. Want als jij in de kerkbank zit, maar er is geen relatie, geen kennen van Jezus en van God, dan sta je er ook buiten. Niet het christendom als religie is de waarheid. Niet een of ander kerkgenootschap is de waarheid. Jezus is de waarheid. En heeft Hij mij? Ik heb Hem niet. Ik beschik niet over Hem, maar heeft Hij mij in zijn bezit aangenomen als zijn kind? Dan heb ik het eeuwige leven. Daarom moet je me nooit afgeven op andere religies. Jij staat toch niet boven een moslim of wie dan ook? Maar jij moet wel weten of je ontvangen hebt, Jezus. Wat je ontvangen hebt. Dit is de weg tot het leven en tot God. Jezus te aanvaarden als je persoonlijke redder en zaligmaker. Wetend, er is geen andere naam onder de hemel gegeven door wie wij moeten zalig worden dan die naam van de Heer Jezus Christus.